Vorig jaar waren we een weekendje naar Engeland. En daar hebben we een tour gedaan. Langs allerlei oude huizen. Ook wat spookhuizen genoemd. Waren niet meer bewoond. De mensen die er ooit woonden, die dachten wegwezen. Want het waren rare dingen die daar gebeurden. We waren in een van de huizen en ik zag van de ingegooide ruiten een stuk glas op de grond liggen. En ik zeg tegen de gids, zou ik dat mogen meenemen? Want ik heb een heel cool idee. Nou, zegt de gids, van mij mag het. Het is ook niet mijn glas. Dus ik heb het meegenomen naar Nederland. Wel laten bijslijpen, dat is heel scherp. Ik heb het een beetje vierkant vorm laten maken. Kijk, je hebt dan dit glaasje. Voor de rest niks bijzonders. Een stukje glas. Maar ik ben erachter gekomen dat het glas toch wel een soort van speciale kracht heeft. Wat bedoel ik ermee? Stel voor, je hebt een spelkaart. Het kan een geleend spelkaart zijn, dat is allemaal geen probleem. En je zou iemand de kaart laten kiezen, ergens uit het spel. Dus iemand pakt ergens een kaart. Niet zo goed uit waar. Stel voor deze. Dat houden we even goed. Welke kaart het is. De kaart weer terug in het spel. Nou, heb ik hier een kopje heet water. Ik kom er even mee naar de camera en ik neem het glaasje ook even mee. Om te laten zien wat er gebeurt. Ik hoop dat we het een beetje in beeld kunnen brengen. Dan zie je, hier zie je het kopje. Dan zul je zien dat als je het glaasje, zie, als je het boven de vloeistof houdt, boven het water, dan verschijnt op dat glaasje een opdruk. En dat is dan, in dit geval, je het goed kunnen zien. Het is wat lastig op beeld vast te leggen waarschijnlijk. Maar het is een klaveren 5. Het is wat lastig te zien tegen deze achtergrond. Ik zal het even zo doen. Als je erop ademt, kun je het ook zien. Een klaveren 5. Oké. Dit is de Spirit Glass, Pool Glass, Haunted Glass, net hoe je het noemt. Ik hoop dat het een beetje te zien was. Het is een beetje lastig te zien voor mij nu of het duidelijk op beeld staat. Meteen te herhalen met een ander resultaat als je dat wil. Dus stel iemand kiest voor een harte 2, verschijnen ook de harte 2 op. Spirit Glass kost 15 euro. Gebruik je eigen kaartspel.